Wielerliefhebbers, van harte welkom. U kijkt of luistert naar de podcast Koerstrui van Wielermuseum Velodrom. Met vandaag een zeer gekende koersstem, misschien wel een van de bekendste koersstemmen van het land. Voormalig bondscoach, José de Kamer. Dag José. Dag Ruben. Onder de indruk als je hier binnenkomt? Onder de indruk nog altijd, ja. Ik ben hierbij geweest op het moment dat het verhaal begon hier met Paul van Bommel. Ja. En met de mensen van Tomorrowland hier aan de overkant, ja, de uitbaters van de Schorre. Er hangt altijd wel wat, hè? Ja, hier hangt wel wat. Je ziet eigenlijk niets van wat er hangt, hè, want er is veel meer dan wat er te zien is nu hier. Ja, de digitale catalogus spreekt boekdelen. Als je heel even rondkijkt, je hebt een aantal truien zelf geselecteerd, daar komen we zo meteen op terug. Maar als je dan nog even naar boven kijkt, welke springt onmiddellijk in het oog? Welke zeg je, ja, daar heb ik onmiddellijk een gevoel bij. Waar ik onmiddellijk een gevoel bij heb, is die trui van T.I. Rallegh, die daar boven hangt. Geen helemaal dingen. Maar ik heb eigenlijk bij elke trui toch wel wat zin. Ik zit al zo lang in de wielrennerij. Die oude nationale trui, die geen helemaal van achter hangt. Trui van L'Express. Fietsenwinkel waar ik dan als kleine jongen naartoe reed om te gaan kijken. Zo van, maar ik kan het niet kopen. Ik heb het geld niet. De trui van Man Grundig, waar ik vroeger als ik heel in het begin naar de koersen ging kijken, waar die mannen dan rondreden, met Herman van Sprengel en nog een deel van Rijkig en nog een heel deel anderen. Voor de meeste mensen allemaal lang geleden. En toch, Man Grundig, noem maar op, Faema, Molteni, het blijft voor de eeuwigheid. Ja, het blijft voor de eeuwigheid en het blijft terugkomen. Hè. Ja. Je ziet het opduiken in hippe bars, het komt in de discotheken terug, het komt op straatbeeld terug. Alles komt terug. Sporttruitjes, voetbaltruitjes. Er is nu de nieuwe voetbaltrui van Venezia of zoiets, die heel veel voor Euro maakt en dingen in Italië. Dus ja, het is van alle tijden blijkbaar. Waarom heb jij deze trui geselecteerd? Ten eerste, het is een prachtige trui. Het is heel simpel. Het is natuurlijk nu wel makkelijk spreken van het is een mooie trui. Er staan heel weinig sponsors op. Dus mocht men nu met twee sponsors kunnen werken, men zou ook mooie truien kunnen maken. Dus het moeilijke van truien nu is vaak dat, dat er te veel op moet. Tenzij je Ineos bent. Ja, inderdaad. Ja. Dus dit is een verhaal van vroeger. Het is een verhaal van het hele begin van de wielrennerij. En niet het hele begin van de wielrennerij, maar toch het begin van de wielrennerij. Een fietsenmerk en een bandenmerk. Was dat vaak de combinatie vroeger? Dat was vaak de combinatie, ja. In de eerste plaats een fietsenmerk. Want er waren degenen die het meeste baat bij hadden om reclame te maken eigenlijk. En dan een bandenmerk erbij. Hutchinson, die jarenlang mee aan de leiding gestaan hebben van tubus maken, banden maken voor fietsen. Mercier, een heel groot fietsenmerk in Frankrijk. Buurt van Saint-Étienne, dacht ik. Het is goed dat je mij zegt, want Hutchinson bijvoorbeeld is voor mij een vergeten bandenmerk. Daar denk ik niet meer onmiddellijk aan. Ze hebben nog eens proberen terugkomen in de jaren 90, denk ik. Hebben ze nog eens een poging gedaan om met banden terug op de markt te komen. Hebben ze nog een paar wielerploegen gesponsord, waaronder mezelf bij Tulip. En na een paar valpartijen en na een paar lekke banden en na een paar renners die kwamen zagen, dan toch maar overgeschakeld op een op dat moment upcoming merk Continental. Ja. Dat nu eigenlijk nog altijd een van de gevestigde waarden zijn. Ja. Deze trein moeten wij situeren in welke periode, jaren? Het is de Polydor-periode. Ja, jaren 60, begin jaren 70. Ja, dit staat op jouw netlies gebrand. Heb jij Polydor in wedstrijden zien rijden? Ik heb met Polydor gereden. Ja. Ik heb met Polydor gereden. Zijn allerlaatste wedstrijden heb ik inderdaad met Polydor gedaan. Dat was jaren een half in de jaren 70. Ik weet nu meer direct welk jaar exact. Laat mij eens kijken. Ik weet het wel. Ik denk dat 77 zal geweest hebben. Dan heb ik een van de afsluitende criteriums gedaan met Polydor. Dit staat vooral voor Polydor toch? Ja. Hoe mooi vond jij het? Dat, je spreekt nu over de jaren 60. Dus we gaan echt gerust 50, 60 jaar in de tijd dat men een replica heeft gemaakt met de kleinzoon. Hoe schoon vind je dat? Ik vond het super gevonden. Ja. Het idee, het marketing idee,
super gevonden. Er worden heel veel marketingprijzen en geld uitgegeven aan van alles en nog wat. Maar er zijn weinig dingen die echt slagen of die echt geslaagd zijn. En dit was echt geslaagd. Dit was 2 keer geslaagd, om niet te zeggen 3 keer geslaagd. Omdat vooral ja, Mathieu dan uiteindelijk de eerste dag mist. En de tweede dag het recht zet op een manier... Fenomenaal. Ja, dat hem ons allemaal verschut gezet heeft. Hè? Ja. Mij in de eerste plaats, ik zie hem gaan. Ik zeg, ja, oké, ja, Mathieu, het is nog wel 18 kilometer. Hè? Sorry, hetgeen dat je nu doet, je kan veel, maar dit kan niet. Hè? En uiteindelijk, ja, hij wordt dan ingelopen, laat zich inlopen, dat zag je wel. Maar uiteindelijk gaat hem dan nog eens en dan heeft hem net voldoende die 8 seconden voorsprong en de bonus en alles samen. Alles viel goed. De reactie is voor de eeuwigheid, de tranen naar zijn opa. Ja, en allemaal logisch, hè. Ja. Allemaal logisch, hè, want ik ken het verhaal Polydor. Ik ken dat toch wel heel goed. Ik heb hem daarna die ook vaak bezig gezien in de Ronde van Frankrijk als PR-man voor Crédit Lyonnais. Mm-hmm. Die wagen van Polydor volledig geschilderd in het geel. Logisch, Crédit Lyonnais. Heerlijke vent. Met zijn naam erop, zijn foto erop. Vooral zijn foto. En dat was in de publiciteitscaravaan de belangrijkste auto. Ja, het was een magneet. Hè? Ja. Hij moest daar nog niet, hij moest er nog niet boven staan. Hè? Gewoon in die auto zitten. Die schildering vooraan en op die zijkanten. En kleine kinderen werden hysterisch gemaakt door hun ouders en door hun grootouders. Voor Raymond Polydor. En daar reed Polydor voorbij. Ik bedoel, ja, als je dan het hele verhaal kent van Corinne, de dochter van Polydor. Ik heb dat hele verhaal van dichtbij meegemaakt. Ik heb 5 jaar met Adrien van de Poel gewerkt. Van 81 tot 83 en nog eens van 91 tot 92 in periodes. En dan de verloving met... Van dichtbij meegemaakt? Ja, ik bedoel, ja, niet dichtbij meegemaakt, nee, ja, want dat was geen helemaal in Guinea of zoiets, of ergens, ik weet niet waar, ergens in een tropisch land ja. Waar hij uitgenodigd was en Polydor dan ook, en op die manier in contact gekomen. Oké. Maar als je dan weet, Adrie, van de Poel er ergens uit Hoogrijden, van een boerenerf afkomstig, dan komt er een meisje uit de Limoges-streek. Ook een landbouwerstreek. Een landbouwerstreek, maar ja, maar wel de dochter van Polydor. Een Franse held, ja. Ja. Ik bedoel, je kan de dochter van Eddy Merckx zijn, maar dan ben je nog niet de dochter van Polydor in Frankrijk. Hè? Het land is veel groter. Dat is een ander verhaal. Ja. Polydor is Merckx is bij ons een wielrenner, Eddy Merckx. Vooral. Maar Polydor is een mythe, is een verschijning in Frankrijk. Ongelooflijk, ja. Ja, die inschatting had ik zelf niet gemaakt, maar ja, je hebt hem zo van dichtbij meegemaakt natuurlijk. En daar die dochter van, die gaat dan naar Nederland komen wonen, mentaal die ze niet machtig is, terwijl het voor haar veel makkelijker zou geweest zijn om in de regio te blijven. En als ze daar naar de bakker of de beenhouwer ging, ah, bonjour, mademoiselle. Ja, alles zou voor haar gedaan worden. Tuurlijk, de dochter van Polydor, wat denk je? Mm-hmm. Deuren gaan open. Ja. En die sta je voor de deur en je krijgt ze niet open, omdat er niet op staat hoe ver. Ja. Ik bedoel, ja. En dan ga je nog nieuwe taal moeten leren. En dan met iemand die heel vaak van huis is en die 365 dagen koest op een jaar. En cross en op de weg en dit. En je zit daar alleen. Het is een kant die we niet zo vaak belichten, maar enorm veel respect voor de keuze die zij gemaakt heeft. Want ze heeft voor het niet evidente pad gekozen. Fenomenaal, ja. Echt waar. En daarom vond ik het... Ik moet er niet te diep op ingaan, ik krijg tranen in mijn ogen. Ja. Ik meen het echt. Daarom vond ik het verhaal van Mathieu daar zo fantastisch, ja. Mooi en emotioneel. Alles wat daarachter zit. Alles, het hele verhaal kennende wat daarachter zit. Ja, de max. Ja, absoluut. Absoluut. Veel mooier kan je verhaal niet maken, ze. Nee, want dat... Je kan dat scenario niet schrijven. Dat komt nooit uit, hè. Er komt een marketingidee met de gebroeders Roodhoff die daarover moeten gaan. Die zeggen van, zullen we de trui maken? Maar je weet helemaal niet of Mathieu erin gaat slagen om een rit te winnen. Of hij dat geel met zo weinig bonus kan pakken, dat die reactie er gaat komen. Dus dat kan je allemaal niet voorspellen, natuurlijk. Nee, daarom is het... ik zou bijna zeggen, de stunt van het jaar. Ja, die gaan we opschrijven. De stunt van het jaar. Polydor in die trui. Is dat voor jou vooral duels tegen Anquetil of zie jij een overwinning
Want Raymond heeft ook een pracht van een carrière gemaakt natuurlijk. Ik zie niet direct een overwinning. Ja, overwinningen wel die hij gedaan heeft en zo. Maar ik denk dat hij in die trui Milan San Remo gewonnen heeft. Jij gaat het weten. Ja. Ik zie vooral foto's. Foto's zo naast Anquetil bovenop de Puy de Dôme van gaan, niet gaan. Ja, hij wordt eigenlijk altijd in één lijn doorgetrokken met... je hebt zoetemelk en je hebt Polydor. Ja, dat is een beetje het vergelijkbare verhaal. Ja. En toch heeft Polydor een totaal ander imago dan zoetemelk. Als je nu naar het palmarès van zoetemelk kijkt, dikke chapeau. Mm-hmm. En dan kan je wel gewoon zeggen, ja, vooral voor de Vlamingen dan, hè, de wieltjeszuiger zoetemelk. Nee. Hij was degene die het langste bij die merks kon blijven. En Polydor heeft zeker niet direct het palmarès van zoetemelk, want zoetemelk heeft ook de Tour gewonnen. Ja. En toch heeft Polydor een andere idee hebben mensen over Polydor. Polydor komt veel positiever uit het verhaal dan zoetemelk uit het verhaal gekomen is. En dat vind ik eigenlijk wel jammer. Maar ja, er is nu niks meer aan te doen natuurlijk. Nee, het heeft te maken met karakter, met ingesteldheid ook. Want ik kom dat net zelf te zeggen, in de tourcaravaan, elke dag stonden er tientallen, zeg maar honderden mensen aan zijn deur. Ja, als je op dat moment iemand bent die iets heeft van laat me allemaal met rust, dan ga je die populariteit ook niet houden. Nee, ja. Dus... En hoe zou ik het zeggen? Het uiteindelijke overlijden heeft natuurlijk niks te maken met zijn laatste optreden in de Tour. En toch zegt men, ik heb gehoord van Adrie, dat hem daar echt wel heel diep is gegaan om zijn rol te spelen eigenlijk. Ja, hij was... Ja. Polydor. Hij kon daar niet aan doen. Hij kon daar ook niet meer uit die rol. Hij kon ook niet meer zeggen, ik stop met Raymond Polydor te zijn. Want hij had geen artiestennaam. Hè? Nee. Ja, het is juist, ja. Hij had geen artiestennaam. Het is geen kwestie van, ja, ik ben, zeg maar. Hè, Raymond P. Zeg maar ja, niet, ja, zeg maar, nu ben ik terug wie ik ben. Nee, hè. Ja, ik denk dat het, als je er niet zelf in staat met je beide voeten, dat je het moeilijk kunt beoordelen, maar in dezelfde lijn op een andere manier. Ja, wees maar eens Eddy Merckx. Wees maar eens Polydor. Amai. Leef dat leven maar. Ja, leef dat leven maar. Hè. Ja. Ja. Ik denk dat je dat niet... Allee, nog altijd, hè, ja, Eddy, ja. Van hier naar daar. Ja, je komt ook op televisie, je weet ook wat dat is. Dat is leuk tot op een bepaalde hoogte. Maar dan moet je het nog... In het geval van Eddy, het gaat over de hele wereld. Ja. Het is maal 10, het is maal 20. Het is altijd en overal. Ja. Fotootje nemen is leuk. Selfie, maar op den duur... Ja. Dikke chapeau, absoluut. Voor jou een van de meest iconische wielertruien of... Deze, Mercier Hutchinson? Een van, ja. Niet de mooiste. De mooiste is voor mij Peugeot. Michelin. Die komt straks toch? Echt zo. Heb je een voorkeur voor paars of heeft dat er nu niks mee te maken? Ik heb paars... Je hebt een voorkeur voor paars, dat weten we. Allee, niet politiek dan, maar... Voetbalgewijs? Wel, voetbalgewijs, ja, dat is een... men pest mij ermee. Zei, allee, hoe kun jij nu als domme Waaslander, of als slimme Waaslander, maakt niet uit, voor Anderlecht zijn? Wel, dat heeft te maken met mijn oudste zus, die had een BNO-rij in Anderlecht, in de Ruud Anderlecht, aan de Midi, daar in de buurt. En mijn schoonbroer, zwager, die ging naar de voetbal kijken, die was supporter van Anderlecht. En die nam mij mee als kleine jongen. Dan mocht ik daar helemaal vooraan aan die betonnen platen gaan staan. Toen nog betonnen platen. En ja, dan ga je daar 10 keer mee naar kijken. En dan zie je daar spelers van Standaard, van Pasen en Semmeling. En die mannen komen. En dan zie je daar Anon en Stokman. En Julien en zo. En Julien en die mannen allemaal. Wow. En ja, dan ben je verloren. Ja. Dan ga je 10 keer kijken, dan ben je paars. Ga je nog wel eens? Zelden. Ja. Ja, nu is die helemaal omzeep natuurlijk. Dus het zal nog wel terugkomen. Alles komt terug. Ja. Truien komen ook terug. Truien komen terug. En ik volg het plan van Anderlecht volg ik wel. Omdat je het interessant vindt of men uit die as kan herreizen. Ja, op welke en de manier waarop. Hoe compagnie zijn speeches vind ik soms wat overdreven. Een beetje te modern Amerikaans. Ja. Ja. Maar ik volg het wel als coaching zijnde. Dan die nieuwe man die ze binnengehaald hebben met Data Verbeek en dingen allemaal. Wouter erbij nu. Het is voor mij een interessant project om als sportliefhebber te volgen.